De eerste schoolweek van Oekraïense kinderen in Selwerd is volgens de school goed verlopen. 20 kinderen krijgen sinds een week elke ochtend les op CBS De Wegwijzer. De Nederlandse docenten krijgen daarbij hulp van Oekraïense leraren, die net als de kinderen gevlucht zijn voor de oorlog in het land. Voor de kinderen was de eerste week wel spannend. I felt nervous when I at the first day at school, but at the second I feel more comfortable. All children are so friendly, helpful and they ready to help me or other person. They're doing great because the atmosphere is very friendly, everything is colorful, a little bit different from our schools. Everything is free, the teachers are glad to see us. I think everything is nice. I help Ukrainian students to be here like at home. I'll try to do my best because in Ukraine I used to be a teacher of English. And it's very close to me, I'm interested in it. So I'll try to do my best and to help our children to feel as at home. It's really cool school, I like it. Classes is so cozy and it's comfortable to study here. And it's really cool library here. De Nederlandse leerlingen vinden het erg leuk om nieuwe kinderen op school te hebben. Bij de kinderen leeft het natuurlijk al heel erg, omdat het vrij dichtbij is voor de kinderen. En opeens kwam het in de school. Maar eigenlijk gaan ze er heel goed mee om. Ze denken er ook heel erg over na, van oh ja, wat moeten we wel buiten spelen en niet? Kunnen we geen oorlogje buiten spelen, want daar moeten we om denken. En ze zijn ook wel gewoon nieuwsgierig van ja, maar hoe gaat dat dan als je gevlucht bent? En daar zijn hele gesprekken gewoon in de klas over geweest. En je merkt aan de Oekraïense kinderen juist dat ze het eigenlijk niet echt over hebben. En gewoon onderwijs willen volgen, willen spelen en vrienden willen maken. Dat gewoon heel belangrijk is. We avoid this topic. We don't think about this because it's not a good topic to discuss with children. I think they are worried and they don't want to speak about this. We teach everything, to draw, to do sport, to learn new language for us. I think it's a great experience for us too, for adults and for children both. De kinderen krijgen nu alleen in de ochtend les, maar vanaf volgende week gaan ze misschien de hele dag naar school. Maar we krijgen ook steeds meer signalen dat ook vanuit Oekraïne heel goed onderwijs wordt gegeven digitaal. Dus die mogelijkheid zijn we ook aan het onderzoeken. Dat de kinderen dan in de middag achter een laptop gewoon Oekraïns onderwijs kunnen volgen.